Dit is een foto van Nel van Meurs. En dit is een foto van het gasbedrijf. Het is natuurlijk een heel erg bekend monument in Heemskerk. Monument, ja, het is nog niet echt helemaal officieel een monument. Maar ik vind het gebouw zo ongelooflijk mooi. En ze heeft het zo prachtig in beeld gebracht. Het gebouw lijkt wel te zweven op deze manier zoals ze dit geportretteerd heeft. En wat heeft ze nog meer gedaan? Ze heeft die achtergrond, achter het hele gasbedrijf, heeft ze heel erg licht gemaakt. Maar dat heeft ze zo ongelooflijk mooi gedaan. En de foto is gemaakt van grote hoogte, vanuit een flat tegenover het gasbedrijf. Ja, ik vind dat ze hier enorm goed in geslaagd is om dit monument zoveel karakter mee te geven. En ik ben er echt een heel content mee, heel blij mee dat ze dit op deze manier gemaakt heeft. De collage die u hier ziet, dat geeft wel erg een goede indruk van hoe mooi het gebouw eigenlijk wel niet is. Ook van binnen zie je prachtige stijlelementen. En het zou bloedzonde zijn als dit ooit zou verdwijnen. Deze foto is van Edward Schilder en dit is een foto van Huize Westerhout. Ja, en ik vind het prachtig hoe hij dat die lucht bewerkt heeft en de kleuren van deze foto. Hij heeft het pand echt schitterend neergezet. Wat eigenlijk nog meer schittert zijn de details van dit gebouw. Als je ziet hoeveel aandacht er vroeger besteed werd aan detaillering, aan het metselwerk, aan de prachtige kopjes die in het hout gesneden zijn en in steen, hoe dat bewerkt is. Je moet er naar leren kijken om die details goed te waarderen. Een begraafplaats als monument, nou dat is toch wel heel bijzonder, hè? En dan gaat het dit keer niet alleen om het gebouw, maar het gaat eigenlijk om het landschap zelf. Er is een landschapsarchitect die is bezig geweest om daar een parkachtig geheel van te maken. Ja, en dat zie je natuurlijk heel, heel goed op deze foto, het parkachtige. Ja, in detail, het gebouw zelf is ook mooi hoor, daar gaat het niet om. Maar het is nog geen monument. Ik vermoed dat het wel gaat worden, want het is gewoon een uniek gebouw. Maar je ziet nog hele oude grafstenen staan. En zelfs dat maakt de omgeving ongelooflijk rustgevend en heerlijk om in te vertoeven. Ik heb als curator van deze tentoonstelling Monument in Beeld niet alleen bepaald welke monumenten gefotografeerd moesten worden, maar ik heb ook alle beelden geselecteerd. Wat je hier ziet is de boerderij Zuidend en de boerderij zelf is eigenlijk geen monument. Het monument zelf is de kapschuur, want de kapschuur is echt oud, daar is niets aan veranderd. Maar bij de boerderij Zuidend zijn heel veel dingen vernieuwd. En in zoverre vernieuwd dat de gemeente Heemskerk vindt dat dat geen monument dan meer mag zijn. Oh ja, dit is ook weer zo'n prachtfoto. Deze is van Jolanda Goossens. En wat heeft Jolanda Goossens gedaan? Want het is natuurlijk geen makkelijk onderwerp om te fotograferen. Maar die heeft van een afstand gefotografeerd op een manier zoals een Hollandse meester zou schilderen. Ik vind het echt fantastisch gedaan. Mooie lucht er ook in. Echt een Hollandse meester. Ja, en de details van zo'n fort, die zijn natuurlijk dat is echt prachtig. En je kan nog zoveel zien in dit oude fort. Dus er zijn zoveel details nog te zien. Ga het zeker een keer gaan kijken in het fort. Thank you.
We hebben dus foto's gemaakt van vier gemeentes, monumenten uit vier gemeentes. En dit is Castricum. En ja, wat is Castricum zonder duin en worst natuurlijk? Dit is een directiewoning aan de Bakkermerstraatweg. Het is natuurlijk een ongelooflijk mooi pand. En het is heel leuk dat de bewoners ons uitgenodigd hebben om daar foto's te komen maken. Het is ook vrij uniek, ook voor de fotograaf zelf. Het is natuurlijk een prachtige kans om ook het monument van binnen te bekijken en van binnen te fotograferen. Want als je hier ziet wat voor een schitterende detail zo'n oud huis heeft, de trap, de stenen, de ongelooflijk mooie oude plafuizen, maar ook het geheel is op deze manier prachtig in beeld gezet. Net hadden we de directiewoning van Duinenbosch. En we zijn nu op het terrein zelf. Ja, op het terrein zelf is zoveel moois te zien. Neem nou dit A-gebouw, het administratiegebouw. Elk detail is schitterend. Dat kan ik goed laten zien in de details. Als je dit ziet, de entree en hoe dit gemaakt is. De stenen, hoe de letters eruit gehakt zijn. Het is echt prachtig, een feest om naar te kijken. Zo moet het, zo moet je bouwen. Ja, je kunt zeggen dat deze foto als foto mislukt is van de tuin van Rommel. Maar ik vind het juist fantastisch, want het geeft zoveel sfeer onderin in het water. Het zijn net de waterlelies van Monet. Dit is impressionisme door een fotograaf gemaakt. Nou, mooier kan toch niet? U heeft nu een impressie gekregen van deze tentoonstelling. En deze tentoonstelling is nog te bezichtigen tot en met 13 oktober in de kasteeltuin van Assenburg. En ik hoop dat ik u enthousiast heb gemaakt, want het is zo prachtig, alle details en alle mooie foto's die gemaakt zijn. Wij zijn er als ISO heel erg blij mee.